als supporters dit dus weten, supporters zeg ik maar even tussen haakjes, dat men de wedstrijd kan saboteren. Want je weet gewoon, als ik twee keer dat bekertje even over het randje gooi, dan is de wedstrijd over. Dat is hier natuurlijk met vuurpijlen gebeurd. Het woord is aan de heer Eerdmans van Ja 21. Voorzitter, veel dank. Dramatische ontwikkelingen afgelopen zondag rond de Johan Cruijff Arena, waar na het staken van de wedstrijd Ajax-Feyenoord een geweldsexplosie plaatsvond buiten het stadion. Ik denk dat we een nieuw dieptepunt hebben bereikt. Voor alle voetballiefhebbers in Nederland, maar ook de rest van Nederland die hier denk ik beschamend naar heeft zitten kijken. En mijn eerste vraag aan de minister is, wat is de stand van zaken betreft het aantal aanhoudingen verricht, het aantal gewonde agenten en ook mogelijk het aantal gewonde omstanders? Daar wil ik het eerst toe beperken, voorzitter. Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor deze vragen, want voetbal is een prachtige sport. Heel veel mensen genieten ervan, terecht. Maar helaas wordt dit soms beschamend lelijk gemaakt door uitwassen zoals we ook afgelopen zondag zagen. Het is echt een dieptepunt, zoals al werd gezegd. Het is walgelijk gedrag. En wat mij betreft zijn het ook geen supporters die zich daaraan schuldig maken. Er zijn sinds afgelopen zondag 15 mensen opgepakt, waarvan ook een vuurwerkgooier. En naar verwachting zullen meer mensen van hun bed gelicht worden. U weet het, dat gaat ook bijvoorbeeld aan de hand van camerabeelden. En voor zover ik nu weet, is er sprake van 2 gewonde agenten. Heer Eerdmans. En geen omstanders. Dus, dat zal ik na moeten gaan, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat de gemeente die gegevens heeft. Maar dat zal ik nog nagaan en zorgen dat ik er ook nog later op terugkom. Ja. Het vervolg is, voorzitter. We hebben natuurlijk in april de brief gekregen van de minister. Daar werd een hardere aanpak afgekondigd. Dat ging om de Engelse aanpak. Dus lange stadionverboden, celstraffen voor hooligans. Mensen die de boel bewust aan het saboteren zijn, aan het ontregelen zijn. Hoe kijkt de minister in het licht van de huidige gebeurtenissen afgelopen weekend naar die hardere aanpak? Want u zei toen, het moet een afschrikkende werking hebben. Zoals dat ook in Engeland gebeurt. Heeft dat nu geholpen? En wat vindt u ervan? De minister. Nou, laat ik weer beginnen met zeggen dat zondag gewoon intens lelijk was. Punt. En daar moeten we ook echt met elkaar opnieuw kijken. Wat is daar gebeurd? Hoe had dat voorkomen kunnen worden? Wat leren we daarvan? En daar is uiteraard Ajax zelf daarin voorop met KNVB en de gemeente. Afgelopen zomer zijn wij weer de ambtenaren naar Engeland geweest. En afgelopen jaren vaak daar gekeken, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland. Wat voor regels heeft men om dit soort taferelen te voorkomen? In Engeland zien we eigenlijk, als je het vergelijkt met Nederland, dat we heel veel vergelijkbare maatregelen hebben. Maar dat zij daar ook veel consistenter in optreden. En dat is een groot verschil. Als je nou kijkt wat er de afgelopen jaren is gebeurd, want het is helaas niet de eerste keer dat ik over dit onderwerp hier sta. En dat doet mij als minister pijn en als liefhebber van voetbal doet dat pijn. Dan zie ik ook dat de KNVB met de clubs grote verantwoordelijkheid heeft genomen en nieuwe regels heeft toegepast. Nogmaals, als je naar zondag kijkt, intens lelijk. Daar doe ik echt, het mag duidelijk zijn, niks aan af. Als je naar algemeen kijkt, wat is het afgelopen jaar gebeurd, dan zie je dat bij meer dan 200 wedstrijden uiteindelijk, maar bij een handjevol, ik meen rond de 5 wedstrijden gestaakt zijn. Dus dat die nieuwe regels, waarbij je heel consistent en consequent optreedt, wat een van de lessen is vanuit Engeland, dat werkt, dat we dat doen. Maar je zult moeten kijken, wat is zondag misgegaan en hoe kan je dat voorkomen? Dus ik ga die dingen niet tegen elkaar wegstrepen. Wat zondag gebeurd is, kan niet. Kijk je over het algemeen, dan zie je dat er flinke stappen zijn gezet door de clubs en KNVB. Ja, ik wou naar de KNVB toe. Dat is natuurlijk niet het terrein waar de minister over gaat. Maar los van de aanpak rond de hooligans heeft de KNVB besloten na het incident met Davy Klaassen, het aansteker op zijn hoofd, om dat bekertjesbeleid toe te passen. Dus daarmee ook te zeggen van iemand die als 2 keer dat bekertje wordt gegooid en komt in het veld of bij het veld, dan wordt de wedstrijd gestaakt. En is het einde wedstrijd. Is het probleem daarmee niet, als supporters dit dus weten, supporters zeg ik maar even tussen haakjes, dat men de wedstrijd kan saboteren? Want je weet gewoon, als ik 2 keer dat bekertje even over het randje gooi, dan is de wedstrijd over. Dat is hier natuurlijk met vuurpijlen gebeurd bij Ajax. Maar dat kan dus elke wedstrijd overkomen, dat kwaadwillende supporters besluiten wanneer die wedstrijd eindigt. Is dat niet bizar?
En moeten wij niet eigenlijk dat voorkomen door die regel in ieder geval niet dan toe te passen? Want nu verplaatst het probleem, voorzitter, zich van in het stadion naar daarbuiten. Want dat hebben we nu gezien. De wedstrijd wordt gestaakt, de mensen gaan uit het stadion en ellende gaat naar buiten. En er wordt fors geweld gebruikt. Kortom, bent u dan met de keeper van RKC, geloof ik, die het zei, Etienne Fase, die zich zijn aan het doorslaan. Natuurlijk, niemand vindt het oké dat vuurpijlen worden afgestoken. En niemand vindt het oké dat spelers worden bekogeld. Maar dat ene bekertje wat dan net met de camera gepakt wordt, over het randje rolt. Nog een keer, het is einde wedstrijd. Hoe kijkt de minister hiernaar? Dat is inmiddels veranderd. Juist om de taferelen te voorkomen waar de heer Eertmans naar verwijst. Dus de KNVB heeft gezegd, op momenten dat er bijvoorbeeld een beker wordt gegooid, ja, dan op dat moment, als je diegene van de tribune kan afhalen, dan moet je hem wel vinden. Dan gaat de wedstrijd gewoon weer door. En dat is ook gebeurd, hè, zondag. Het begon met een beker. De scheidsrechter heeft geschorst en heeft gewacht totdat diegene van tussen het publiek werd vandaan gehaald en ging gewoon weer door. Dus het was niet zo dat dat dan op dat moment meetelde, juist om dat te voorkomen. En deze regels zijn ook door de KNVB met de clubs geëvalueerd en besproken. En daar is ook echt met elkaar gezegd, dit werkt. Dit werkt als je wederom naar afgelopen jaar kijkt hoe het heeft gefunctioneerd. Inzoomend op zondag. Daar moet je absoluut met Ajax, KNVB en de gemeente Amsterdam kijken. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd en hoe voorkomen we dit de volgende keer? Dat blijf ik herhalen, maar dat is wel heel belangrijk. Anders zou het lijken alsof het een nuanceert met ander. En uitgesproken, dat kan echt niet. Heer Eertmans. Ja, dank daarvoor. Ik denk wel dat het aantal wedstrijden dat gestaakt is best opmerkelijk groot is. Hè? Ondanks die aanscherping. Je moet dan de dader vinden. Dat kost tijd. Dat hebben we zondag ook gezien. Dat kost echt tijd. En dan moet je in dit geval het geluk hebben dat je diegene vindt. Maar mijn punt is, op het moment dat die wedstrijd dus gestaakt kan worden, als men ermee wegkomt, dan gaat dat probleem wel naar buiten. Hoe kijkt de minister daar nog naar? We zitten met beperkte politiecapaciteit. Dat zeggen we bijna elk commissiedebat dat we over politie hebben. Is dat risico niet enorm dat dat een groter, nog grotere druk legt op de politie? En is die capaciteit er wel? Een paar dingen. Wat clubs sowieso doen, en ik neem aan dat Ajax er ook naar zal kijken, maar is bijvoorbeeld netten ophangen om überhaupt te voorkomen dat het zover komt. Eigenlijk, het begint altijd met het gedrag van de supporters zelf en je dient je te gedragen. Maar nu hebben we het over wat kun je allemaal nog meer doen om ervoor te zorgen dat andere supporters die daar voor de lol komen daar verder geen last van hebben. Volgens het definitieve aantal stakingen is dus heel laag, gelukkig maar. Dus dat betekent dat het goed werkt. En uiteindelijk vind ik niet dat je mag laten gijzelen door te zeggen, nou, misdraag je dan maar in het stadion, want anders gaat het naar buiten. Misdragen doe je nergens. En ik weet dat de heer Eertmans dat met mij eens is. Dus ik wil niet suggereren dat zijn vraag zo bedoeld was. Maar dat is wel de lijn. In het stadion heb je te gedragen. 95% van de mensen die naar voetbal gaan voor een leuke middag. Tenzij je club verliest. Maar dat hoort bij voetbal. En dan ben je gewoon narrig en dan ga je narrig naar huis. Dat kan. En een kleine groep verpest het op dit moment voor iedereen. En dat is onacceptabel. Ja, maar dan toch, hè, net te ophangen is wel voor die 100% het nadeel. Want daar kun je niet omheen. En ook de kijker thuis zit dan ook achter de net. Dus kortom, de grote groegemeente van welwillende supporters is hier de dupe van. En de vraag is natuurlijk wel, hoe voorkom je nou? Want blijkbaar werkt het niet afdoende om afschrikwekkend te zijn met celstraf of met die controles op het stadionverbod. Met andere woorden, hoe kom je nou effectief tot de kern van het probleem zonder de grote massa hier de dupe van te laten zijn? Want daar gaan we naartoe. Uiteindelijk kan het voetbal ons uit de handen glippen als we dit probleem niet kunnen keren. Want dan verdwijnt het uiteindelijk, want dan zijn we niet bemachtigd om de ratten eruit te filteren. Ja, en dat zou per definitie vreselijk zijn. Het is al armoe dat bij sommige wedstrijden uit publiek niet welkom is. Het is armoe als vervolgens eigen supporters, of mensen die zich supporter noemen, zich tegen de eigen club richten, wat we zondag zagen. Dus daar ben ik het volledig voor mee eens. En het gaat erover mee eens dat de mensen die zich misdragen, dat die echt hard gepakt worden. En de heer Eertmans zei bij zijn vorige vraag, ja, als je per toeval gepakt bent omdat je het bekertje gooide. Nee, clubs investeren, en die horen dat ook te doen, investeren volop, bijvoorbeeld in camera's, om ervoor te zorgen dat ze snel kunnen inzoomen, degene die het verpesten voor de rest eruit kunnen halen, zodat
degenen die gewoon een leuke middag willen of een leuke avond dat ook kunnen hebben. En op die manier moeten we doorgaan. Zo gericht mogelijk maatwerk die individuen eruit halen. Op het moment dat je een ander beeld ziet, zoals afgelopen zondag, waarbij het over een grote groep gaat, dan moet je daar inderdaad naar kijken, hoe pak je dat aan. En dat zijn overigens ook de lessen die we ook weer van Engeland wel meenemen. Dat zal ik ook, dat komt ook later deze week, die was al in de maak, een brief met wat hebben we deze zomer allemaal gezien, waarbij je ook zegt, we gaan spreekkoren. En dat is vaak, daar begint het met de discriminerende antisemitische spreekkoren, en dat kan escaleren, dus het is niet dat dat onschuldig is, zeker niet, dat je die ook strafrechtelijk kunt aanpakken, dat je stadionverboden veel vaker strafrechtelijk vervolgt. Dus het zit allemaal in de lijn van wat de heer Eerdmans zoekt. Hoe zorg je ervoor dat degene die het verpesten voor de rest er snel uitfiltert? Daar zitten we, dat is wat we doen. Heel kort nog. Ja, de 4 seconden vraag. Wat gaat u doen deze week? Wat is uw moment? Wat gaat u doen? Gaat u met KNVB om tafel? Heeft u een urgentie? Heeft u een noodoverleg? Wat is er wat de minister van Justitie nu doet? Ik heb al een afspraak staan, toevallig. Die had ik al, omdat dit een heel erg belangrijk onderwerp is. Hebben we regelmatig overleg. Ik meen uit mijn hoofd met KNVB en de supportersgroepen. Dat is in ieder geval ook natuurlijk minister voor sport, minister Helder. Dus dat gaat gewoon door. Ondertussen gaan wij gewoon door met ervoor zorgen dat de gebiedsverboden die de burgemeesters op kunnen leggen, dat dat door kan gaan. Dat de meldplicht fysiek, maar we beginnen binnenkort ook met digitaal meldplicht. Dat al die elementen waar we afgelopen tijd hier met elkaar over hebben, die zijn allemaal in werking gezet. Die worden nu of uitgevoerd of bijvoorbeeld zo'n digitaal meldplicht binnenkort, komende maand of 1 november meen ik. Dus dat is wat we doen. We zitten in een regiegroep samen met de minister van Sport. En uiteindelijk, als je nu kijkt wat is er nu bij Ajax gebeurd, dan is de club, KNVB, de gemeente, die zijn dan zet om daarop in te zoomen. Dat doe ik natuurlijk niet vanaf een afstandje in Den Haag. Maar wel zorgen dat die kaders er zijn om de raddraaiers, relschoppers, degene die het verpesten voor iedereen, keihard aan te pakken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Eerdmans.